De laatste seconde in Sporthal Boshoven tikken weg. En Weert wint na een sensationele wedstrijd met 93-87. Het publiek is dan uitzinnig van vreugde, maar deze man blijft stoïcijns. Ik ben wel blij, van binnen ben ik wel blij hoor. Maar ik kan niet uitbundig zijn, want het is nog niet over. Het is 2-2. 2-2 na een wedstrijd die voor Weert geweldig verliep. We had a lot of great wins, but this is definitely one of those feel-good games. En let maar eens op waarom het dan zo'n mooie pot was. Dit is Burton met een geweldige dunk. Nog maar een keer terugkijken. Over alles en iedereen gaat hij heen. En klap. Daarmee neemt hij Weert op sleeptouw. Dit is Downey en Burton opnieuw met een alley-oop. En ook dan is het showtime voor de Weertenaren. Nog maar eens kijken. Burton springt, kijkt niet eens eens. En op gevoel dunkt hij de bal binnen. Deze Leon Rogers moet je dan uit de wedstrijd proberen te helpen. Dat doe je zo. Voorhoud. Pats. Weg is Rogers. En we hebben hem daarna niet meer gezien. En dit is Voorhoud. Elke tegenstander die tegen mij speelt heeft gewoon een zware avond. En ik vind gewoon dat hij is de MVP 3 jaar achter elkaar. En dat hij van scheidsrechters respect meekrijgt. Maar ja, ik heb daar gewoon helemaal geen boodschap aan. En als hij bij mij een keer onder de baas staat, ja, dan sla ik hem gewoon de licht uit. Ja, en je ziet wat er daarna gebeurt. Ik heb hem niet meer gezien. En je had gelijk, want dit is Rogers die daarna 2 vrije worpen mag nemen na die overtreding. En Rogers raakt niet eens de basket. Deze grote, ervaren speler is dus ook een beetje uit het veld geslagen. En Weert neemt dan over met prachtige scores. Chaz McCrummon met een prachtige dunk. McCrummon daarna vanaf de 3-puntslijn en dan valt hij binnen. En krijgt de ploeg vleugels nog een keer. McCrummon met de 3-punter. En Weert loopt daarmee uit. Wint met 93-87 van de landskampioen met een 10-voudig budget. En Weert weet, we zijn niet kansloos en moeten zaterdag naar Den Bosch. Nu moeten we ervoor gaan, het is alles 50-50. Ja. Het thuisvoordeel van Den Bosch? Dat maakt niks meer uit. Dat maakt niks meer uit, we gaan verrassen. We gaan verrassen. De belofte zullen we hem dan maar aanhouden. Zaterdagavond de beslissing in deze halve finale reeks tussen dit Weert en Den Bosch.